geen steigers, geen cement en geen stenen, maar mensen zijn er nodig voor de jaarlijkse torenbouwwedstrijd van de Spaanse provincie Tarragona. De deelnemers zijn mannen die op elkaar kunnen bouwen. Als haantje van de toren fungeert meestal een lichtgewicht jongetje dat geen hoogtevrees kent. Wie hoog klimt, valt laag. Dat wordt ook hier bewezen. De kampioenen van verleden jaar, de hoogklimmers van de stad Vals, bouwden ook nu weer de hoogste wolkenkrabber. Maar ook dit architectonische wonder moest er tenslotte aan geloven. Weet u wat? Omdat het zo leuk is, laten we het u nog een keer zien. Kunt u nog een keer lachen. Dan hou ik verder mijn mond en ga ik zelf ook even kijken.